Eendag lang, lang geleden was het goed genoeg om bezigheid in die communicatieveld zijn normale gang te laten gaan. Niet meer niet. Waarin ons op pad is, is goed genoeg voor communicatiepraktisyns iets van die verleden. In een wereld waar alles met elkaar verbind is, waar alles even uitstekend is en waar verrichtingen vervolmaak word, is daar slechts één plek waar ons nog innoverend kan wees. Jouzelf. Maak jouzelf onmisbaar. Een meester. In hierdie stadium is jij die centrale punt van een eeuwige storm wat voedt, aangevuurd door digitalisering, mobilisering en automatisering, om maar net een aantal te noemen. Wetenskap fictie is bezig om wetenskap feit te worden. Denk maar aan motors wat ons zelf bestuur, of rekenaars wat zelf kan leren en denk. Die manier waarop ons vandaag werk zal nooit weer diezelfde wees nie. En die vaardighede wat ons benodig zal drastisch veranderen. So, wat is jouw reactie? Hoe zal jij nieuwe geleenthede identificeren in een van die meest revolutionaire tijden in die mensdomse geschiedenis? Hierdie verandering is exponentieel. Alles wat voorheen dom en niet verbind was met mekaar nie, is nou belein en intelligent. Zelfs ons lichaam is al belein wees met sensors wat digitaal met mekaar praat. Hierdie drastische verandering is ook deel van een digitale combinatie wat mekaar versterkt. Wat is die perfecte storm van verandering teweegbring? Hierdie gedigitaliseerde wereld kan echter steeds nie sociale communicatie en die kracht van persoonlijke verhoudings vervang nie. Menselijke eigenschappen soos skeppendheid, verbeelding, intuïtie, emoties en ethiek zal zelfs meer belangrijk wees in die toekomst als ooit tevore. Bemachtig jezelf met kennis. Word deel van een beroepsgemeenschap, een netwerk van werk. Een plek waar jij geborgenheid kan ervaren. Ja, een robot en zachte ware zal delen van ons werk oorneem. Maar dit zal ons toelaat om ons focus te plaatsen op dingen wat niet geautomatiseerd kan worden. Nie. Ons moet die geleentheid aangrijpen om meer buigzaam te wees. Die nieuwe manier van werk is om technologie te omhelzen, maar niet daarin vastgevangen te worden. Leer bij Solidariteitse beroepsgilde voor communicatiepraktisyns hoe om jouzelf voor te bereiden en toe te rusten.